Hallo allemaal, daar zijn we weer. Zo, wat ben je aan het doen, Jarig? Zand scheppen. Zand scheppen. Hier. Potje en al. De vorige hovenier die heeft hier wat siergras ingeplant. Gewoon in het straatzand. Met gras er nog in het potje. We hebben het zand eruit gehaald, waar de plantjes in stonden. En zoals je ziet komt er ook aardig wat puin uit. Jarig. Ja. Wat vind jij er nou van? Ik denk dat we Albert of Zeegman of Kees van de Spek moeten inschuiven. Ja, dat is wel heel ernstig, hè? Dat is verschrikkelijk. We maken wel eens wat mee in de tuin, dat het niet helemaal gebeurt zoals het hoort. Maar dit is wel, wel heel heftig. Als je alle grasjes in zo'n potje in de grond zet, kun je natuurlijk niet verwachten dat die wortels zich kunnen gaan uitbreiden om lekker te gaan groeien. Het is inderdaad een duingrasje, maar dit zand is heel anders als het zand ja, bij de zee. Ja. Bij de zee heb je mineralen en voedingsstoffen en dat soort dingen. Ja. Hier helemaal niet. Nee, dat klopt. En al dat puin erin laten liggen. Nee. Scheppen, hè? Mooi. We gaan het leeg halen. Mooi grond erin. GGZ'tje. GGZ. Het is bemeste tuinaarde met zand gemengd. En dat is in principe heel goed voor een grasveld. Of voor in dit geval voor de siergrassen. Dus we gaan het maar leeg scheppen. We hebben hier om de hoek hebben we nog zo'n rij. Deze tuin moet een beetje een strand-duinuitstraling krijgen. Dus wij hebben ervoor gekozen om een Festuca glauca hier te planten. De Nederlandse naam is blauw zwenkgras. De naam zegt het al, hij heeft een beetje blauw-zilveren kleur. En hij wordt maximaal zo'n 15 tot 30 centimeter hoog. Handig om te weten is, hij verlangt naar een goed droge, drainerende grond. Dus gaan we nou niet in een hele rijke grond zetten, een bemeste tuinaard of zo, maar in een lekkere zandgrond. Daar doen ze het best op. En het liefst in de zon. Er moesten ook wat kleine dingetjes gesnoeid worden, dus hebben we ook meteen even meegenomen. Zo moeilijk zijn we niet. Deze heg even gesnoeid. Mocht ook wel een keertje. Mooie dagje weer. Ouder is. Vroeger ging het wel mee een beetje met het budget verhaal, af en toe. Dat is vaak waar de valkuil in zit. Ja, budget is gewoon. Budget kan gewoon niet goed zijn. Kan gewoon bijna niet. De markt is zo verpest. Qua klussers en qua tuinmannen. Weet je, veel wordt voor een prikkie gedaan. Dan half. Ja. Met heel goedkoop materiaal, wat eigenlijk niet bedoeld is voor buiten. Ik denk dat het misschien ook vooral komt omdat de maatschappij natuurlijk heel veel budget winkels heeft gekregen, erbij gekregen. Ja. En met producten kan het nog wel vaak. Vaak met gewoon vakmanschap gaat dat niet. Je kan niet in iets wat gewoon 3 uur de tijd kost, kan niet ineens in een uur. Nee. Dat gaat niet. Dan moet het, gaat het niveau gewoon naar beneden. We moeten storten in vak 5. Oh.
zijn in het prachtige Vinkeveen. Mooi tuintje. Lekker aan het onkruid plukken hier. Maar. Lasje, jij vertelde net, die beestjes. Ja. Of tenminste vliegjes. Ze knutten, hè? Ja, knutten. Het zijn van die hele kleine mugjes. En die irriteren je overal, als ze maar kunnen komen. Prikken je overal. Wat zijn knutten dan? Kleine muggen. Hele kleine mugjes die in het water zitten hier. Vooral in Vinkeveen en Loosdrecht komen ze tegen. Gaan ze nog weg? Ja, meestal als de zon gaat schijnen of zo. Als het een beetje branderig wordt, dan zijn ze wel weg. Maar vooral tussen die planten, dat is lekker vochtig en schaduw. Daar zit het echt. Dus vanavond krabbelen. Op de bank. Je voelt het meteen al. Als ze eenmaal ja, ik voel het ook al. Zo, dan denk je echt, ah, oh, het jeukt. Ik voel het al in mijn benen. Net of je glooien hebt, zeg maar. Ik heb natuurlijk een vachtje. Dus misschien gaan ze daartussen zitten. Ja, dat denk ik wel. Een beetje schuilen. Ik heb het hier, ze bij jou gewoon een heel nest kunnen maken. Ah. Grote vogel in de boom. Dat is het maximale in gezoomd. Wie weet wat dit is. Vleugels uitpluizen. Hij werd net aangevallen door een paar ekken. Cool. Fucking knut. Het is hier zonnig. Ga weg. Hij zijn dus hier het hiermoes aan het plukken. Hiermoes is echt een lastig onkruid dat het vaak gewoon weer terugkomt. Ik zal even uitleggen waarom. Nou, we hebben hier dus die hiermoes waar ik het net over had. En wat vaak gebeurt als er geschoffeld wordt, is die hier bij mijn nagel weggeschoffeld wordt. En als we dan even hopelijk goed inzoomen, dan zie je hier een nieuwe uitlopertje zitten. Dus mocht je hem hier afschoffelen, dan gaat hij hier gewoon weer uitlopen. Dus je moet hem proberen te plukken op deze manier. En dan kan je grotendeels van de wortel eruit trekken. Maar dan alsnog ben je niet verzekerd. Nou, we hebben grotendeels van het onkruid eruit. We gaan nu nog eventjes naar Amsterdam toe. Even een beregeningssysteem repareren. Maar twee. Zijn ze nou? Gaan ze weer hierheen? Baby meerkoeten. Heb je nog meer? Ja, het is nu al een beetje vroeg, maar deze zie je straks echt heel veel hier. Oh, die is niet meer volgens mij. Nee, deze is dood. Het is ook nu nog niet de tijd voor de kreeft. Maar... wat is dit voor een kreeft? Onderwater kreeft. Amerikaans kreeft zo? Ja, ik dacht het wel, ja. Geen verstand van kreeften. Respect voor deze mannen. Brunnera. Het is een vergeet me niet. Groot blaar, het is zo'n Caucasische vergeet me niet. Dit is zo'n bonte variëteit. Met dat hele mooie zilveren kleurtje erin. En wat voor bloemen? Blauw. Blauwe bloempjes komen erin. Het is echt een heel leuk plantje. Ik vind hem altijd wel, het wel goed doen als vaste plant. Prachtig aan het bloeien deze rhododendron. Er zitten echt heerlijk veel hommeltjes en bijtjes in. Er zit met een hommel hier. Zo mooi hoor. Ja. Alessio had net eventjes een verkeerde flesje te pakken. Gadverdamme.
een superleuke bodembedekker. Phlox. Die kruipt helemaal over de grond heen. Geeft nog ook nog heel veel leuke bloemetjes. Dus je hebt ze in verschillende kleuren, zoals ook nog wit. Nou, we zijn hier de oprit even aan het onkruid vrijmaken. Wat wel interessant is om even te vertellen. Het zijn betonstenen. En hier heeft de auto altijd gestaan. En je ziet dat de kleur gewoon nog heel erg mooi is van de bestrating. Daar is waarschijnlijk ook niet echt met de hoge drukspuit geweest, wat minder. En hier verderop zie je gewoon door het weer, door het hoge drukken en door de verkleuring van de zon, dat de steen heel anders uit gaat zien. Die echt zijn kleur verliest. Toplaag gaat eraf. Het is een wat minder leuk ochtendje. Vervelend nieuws gekregen van een klant. Van de klant. Dat die in het ziekenhuis, ze in het ziekenhuis ligt. Dus het gaat nu gelukkig alweer goed met mevrouw. Maar ja, is toch altijd even schrikken. Dus we gaan de tuin nu maar even wat netjes maken. Maar we hebben niet zo zin om te vloggen. Te filmen. Dus misschien houden we het hier wel even bij. We hebben deze week weer een mooi nieuw dagje. We zijn vandaag lekker aan het snoeien. We zijn hier de olijfwilp aan het snoeien. Super mooie plant voor de haag. En dat zal ik even laten zien. Het is een keer wat anders dan een conifer of een laurier. Of een taxus. Het is een super sterke plant. Je kan hem goed snoeien. Het leuke is, bovenaan is hij echt mooi groen. En onderaan is hij een beetje wittig. Wat heb je ontdekt? Nou, dat je hem kan afstellen. Ik denk ineens, het maakt hier weinig toeren. Als je dan een knopje in hebt, gaat hij steeds sneller. Goed, hè? Ik ben op dit moment aan de buitenkant van de tuin. We hebben hier een Gammense Padus en hier de heg, Vargus, van de gemeente. Die snoei ik ook, die wordt steeds hoger en hoger. En dan wordt het echt concurrentie voor de Gammense Padus, voor de conifeer. Dat moeten we niet hebben, want die wordt anders bruin. Dus we houden deze ook echt in toom. Dat ga ik nu doen. Een klein beetje schuin, zodat de zon ook nog op de onderkant komt. Wees dus niet te bang om wat meer van de bovenkant af te halen. Want hier krijgt hij vaak van dit soort scheuten. Als je die dan laat groeien, knip je hem af en heb je ineens een gat. Dus wees niet bang om dit goed terug te snoeien. Dus hij mag eigenlijk een klein beetje zo gesnoeid worden. Nou, je ziet ook nog in de gehele haag dat de hoogte nog niet helemaal hetzelfde is. En dat zie je eigenlijk ook in de lengte. Dat moet je gewoon even dicht laten groeien. En de delen die echt even wat verder zijn gegroeid, nee, pak die dan ook gewoon goed terug. Maar het heeft soms even de tijd nodig om zo'n conifer echt goed te krijgen. Een engeling in, denk ik. Het is een gebeurtenis. Ik weet niet, lijkt of er een chilipeper in mijn oog zit. En je had je bril nog op ook. Bel dikke pech. Even je ogen in een bak water doen, denk ik. Bak aarde, ja, dat weet ik wel. Nee, een bak water. Ja. Nou, dat hebben we dus ook soms. Heb je een halve dag iets in je oog. Laat even je oog zien. Mooi, hè? Het is allemaal de kloten. Wat is er gebeurd? Dat weet ik niet. Er is iets ingekomen. En sinds gisterenochtend. En dit is echt zo'n pijn. Ik was gisteravond om 11 uur naar de eerste hulp. Dus even gekeken. Er zit een beschadiging in mijn oog. Huh?
Hoe hebben ze dat gedaan dan? Er zat een vloeistof in mijn ogen gedaan met een blacklight erbij. Je ziet bovenaan mijn iris, dat oplichtende deel, dat is dus gewoon de beschadiging. Hier, dit deel. Dit hele stuk. Nu nou, antibiotica erin. Laatste dagje van de week. We zijn weer op de grachten in Amsterdam. We gaan wat beplanting inplanten en het gras maaien. Ja. Vanmiddag nog even snoeien ergens anders. Twee tuinen. Druk dagje. Nestje. Nou, we hebben hier de oude planting eruit gehaald. De liriopen. 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 Hebben we hier hergebruikt. Ze dus hebben mooi heel dit vakje opgevuld. Gaan we hier nog wat astilbos in planten. Wat hebben we nog meer? Salvia. Salviaatje en lupine. Lupine. We gaan nu in bloei ongeveer, dus dat is wel de periode. Nice. Super.